Hallo sappige leerlingetjes van Justus Perkament. Welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. Het is weer tijd voor een top 10 soundtracks. Deze keer gaan we de Alola regio van Pokémon behandelen. Het is natuurlijk een gloednieuwe regio en met hele goede nieuwe muziek. Ik ga dit weer niet alleen doen, ik heb weer de hulp aan Isam gevraagd. En dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. Ik wil graag aan jullie vragen of jullie, mochten jullie het er niet mee eens zijn, eventjes een comment achter te laten wat jouw top 10 is. En dan gaan we beginnen aan deze top 10. En op nummer 10 staat... Enter the Hall of Fame. Weet je, toen ik dat liedje voor het eerst hoorde en dat ik het heb gehaald, dat ik de eerste Alola champion ben geworden... van serieus de janken achter mijn DS. En nu heeft het een plekje in mijn hart veroverd. Op nummer 9 staat Tapu Village. Deze soundtrack moet me heel erg denken van... oh, ik ben net over de helft van de game. Het wordt nu wat spannender. Je krijgt nu moeilijkere battles. Daar moet me dit altijd een beetje aan denken. Dat heb ik eigenlijk ook altijd gehad... bij Hoenn, ongeveer halverwege in die rainforest, dat je gewoon wat lekkerder muziekje krijgt om naar te luisteren. En op nummer 8 komt Tidal Defense / Battle at the Summit. Nou, dat was echt geweldig. De eerste battle met, spoilers, Professor Kukui. En wat ook nog leuk is, je vecht iedere keer de league en dan kom je daar en dan ben jij gewoon de champion. Dus dan komen de mensen naar je toe en dan vechten ze je en dan hoor je tegen steeds het liedje. Ik vind deze liedje echt gewoon heel leuk geworden. Op nummer 7 staat Sun and Moon Altar. Op dit moment weet je gewoon dat er iets spannends te gebeuren staat. Dat er iets belangrijks te gebeuren staat. Dat er dus een legendarische kan komen ofzo. Je voelt het al gewoon aan het liedje. En ik vind het echt heel vet gedaan. Het is heel erg spannend. Spanning opbouwend is het. Dus ik vind het een heel vette song. En op nummer... 6? Ja, 6 komt de Abundant Thrifty Mega Market. Waar de Totem Battle van Mimikyu is. Wordt daar gehouden. Ja, dat is het goede woord. Wat moet ik zeggen? Het is gewoon zo creepy om er doorheen te lopen door een Abundant Markt. Ik zal het zelf niet doen in het hè, maar. Daar heb ik ook mijn ereteamlid Mimikyu leren kennen. Maar ja, ik vind het team wel heel leuk. Het laat me denken aan de eerste keer dat ik Mimikyu daar liet dus kennen. Op nummer 5 staat Hauloli City. Ik heb deze als nummer 5 gekozen omdat het mij heel erg moet denken aan het allereerste wat ik proefde van Sun and Moon, de demo. Je hoorde het liedje eigenlijk bijna alleen maar en ik vond dit zo vet dat ik, ja, ik moest hier gewoon, toen ik dit liedje hoorde, ik dacht, deze moet in mijn top 10 staan. Dus daarom, Hauloli City in mijn top 10. Is Enter the Ultra Beast. Yay. Ruim 3 maanden van tevoren kwam dat liedje al, floten dat liedje ergens op het internet. Ik luisterde daar de hele tijd naar. Ik vond dat liedje helemaal mooi. Het is nu nog steeds een van mijn mooiste liedjes wat in Alola zit. Op nummer 3 staat Fast Pony Canyon. Dit liedje moet me heel erg denken aan side quest, zeg maar. Dat je iets niet per se
hoeft te doen om de game uit te spelen. Nu is dat eigenlijk ook zo, want je hoeft hier niet heen te gaan. De meesten gaan er wel naartoe, maar je hoeft hier niet heen te gaan voordat je de Pokémon League doet. Dus daar moest me dit aan denken. En op nummer 2 staat Mount Lanakila Victory Roads. Niet de bovenste gedeelte, maar als je vanaf Tapu Village naar de summit toe gaat, naar de bovenkant, het middenstuk. Dus de Victory Road, ja. Het was de simpelste Victory Road ooit, maar de beste. Want het laat me herinneren aan de sneeuw wat nooit in Nederland kan komen op tijd. En op nummer 1 natuurlijk de allerbeste song, de allerbeste battlesong van Pokémon überhaupt. En eigenlijk ook wel een van de beste songs van Pokémon in totaal. Dit is zo vet, deze battleteam. Ik ben normaal niet zo van battleteam, maar deze battleteam is zo vet. Je kan deze ook kiezen bij online battles. Ik kies deze altijd omdat ik het geweldig vind. Ik heb hem ook gebruikt als de outro, zoals jullie weten. Dus vandaar deze song op nummer 1. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Ik wil Isan bedanken voor het helpen van het maken van deze top 10. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Waar we een andere game gaan doen. Nog steeds Pokémon, maar van een andere game. Ik ben benieuwd of jullie het kunnen raden. Laat een reactie achter met wat jij denkt. Wat de volgende game is. Waar ik een top 10 soundtracks van ga maken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios amigos.